Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 20 maart. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb dit nagellakje binnengekregen van de So Mesmerizing Line van Essence. Die was uitverkocht overal. Hij heeft de naam 01 Divin Into Miracles gekregen. Maar hij was dus overal uitverkocht. En ook bij de Boosie Shop al. Toen had ik wel zo'n alarm ingesteld dat als hij weer op voorraad zou komen, dan krijg je zo'n melding. Maar ik dacht eigenlijk dat dat niet meer zou gaan gebeuren, omdat het een limited editie is en dat is op is op. En toen kreeg ik heel onverwachts gisteren alsnog de melding dat hij er was. Dus toen heb ik hem besteld, want in de winkels was hij dus ook al niet. Mijn moeder heeft zelfs ook nog gekeken, daar was hij ook niet. Dus ik heb hem nu alsnog binnen, dus daar ben ik wel blij mee. Dus leuk, ik ben wel heel benieuwd wat hij doet op de nagels. Ik heb gisteravond nog Goede Tijden gekeken en er zit momenteel een personage in en ik heb zo'n gruwelijke hekel aan deze meid. Betekent wel dat zij haar rol heel goed speelt. Hè? Deze actrice doet het heel goed, laten we dat voorop stellen. Ik bedoel, want als je echt gewoon een hekel hebt aan een bepaald personage, ja, dat betekent dat je haar rol heel goed neerzet. Maar ik vind mijn haar toch irritant. Echt verschrikkelijk. Daarna heb ik Married at First Sight gekeken. Ja, was ook wel leuk. Ze gaan nu op koppelsweekend. Het einde nadert en het is prima. Ja, weet je, je gaat nog wel dingen zien. Maar je merkt toch ook wel, er gebeuren dus ook dingen als de camera uit zijn. Die worden ook niet echt benoemd. Dat zijn dus ook, ja, irritaties en dingen. Daar werd dus nu een gesprek over gevoerd. Dat is dus buiten de camera gebeurd. Daar wilden ze niet over praten in verband met privacy naar elkaar toe. Wat aan de ene kant mooi is. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dan word je als kijker ook weer een beetje bedrogen. Want je weet helemaal niet echt wat er speelt. Dus nou ja, goed. Hè? Het ligt sowieso een beetje onder vuur allemaal. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik de vlog afgemaakt. En mijn foto's bewerkt. Ik heb net nog even één nieuwe gemaakt. Want die was niet helemaal helder of duidelijk. Scherp, zeg maar. Dus die heb ik even opnieuw gedaan. Toen ben ik een nieuwe Netflix-serie gaan uitzoeken. En ik moet zeggen, ik heb er nu een gevonden die ik echt heel leuk vind. Ik zal hem eventjes opzoeken, de naam. Want anders weten jullie ook niet waar ik het over heb. Oh, ga ik dit uit kunnen spreken? Een Cuento Perfecto heet die. Cuento Perfecto, zoiets. Nou ja, ik vind hem eigenlijk wel, ik vond hem wel leuk. Ik zat er gelijk wel lekker in. Ik dacht wel, oh, dit is wel echt een leuke serie. Daarna nog even heten, daar toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Dus dat was het ook. Ik heb hier die draadjes zo. Vandaag op de planning. Ik ga gewoon de schoonmaakspulletjes doen. En ik moet even de lades van die oude kast nog uit elkaar halen. Want die gaat morgen naar de stort toe. En die moet ik nog eventjes uit elkaar halen. Want dat had ik nog niet gedaan. En ja, ik was er gewoon nog niet aan toegekomen. Omdat ik natuurlijk vorig weekend met die kast. En afgelopen weekend heb ik gewoon niet zo heel veel gedaan. Ik dacht, nou, dan doe ik dat vandaag wel even. Dus die moet ik zo eventjes uit elkaar tikken. Dus daar ga ik jullie dan wel eventjes bij meenemen. Maar ik ga eerst eventjes muishaaroogjes doen. Want die zien er een beetje, zit een beetje vuil in. Dus die ga ik even schoonmaken. En dan ga ik een muziekje aan doen. Even een was aanzetten. En dan ga ik jullie even meenemen als ik die kasten of die lades uit elkaar ga halen. Ga ik eerst wel even de schoonmaak doen. En ook nadat ik dat uit elkaar heb gehaald, wel even stofzuigen en dweilen. Want waarschijnlijk krijg ik toch weer spul daarvan op de grond. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dus ik neem jullie mee.
Zo, daar ligt hij dan, de kast. Helemaal uit elkaar. Ik voel nog een klein beetje tegen hoor. Was toch nog best wel eventjes wat werk, maar het is uiteindelijk gelukt. Dat je toch dingen uit elkaar moet slaan, dat het niet zo makkelijk gaat. Als deze nou ook even blijft liggen, want ik vind het wel een beetje eng. Het moet natuurlijk vannacht zo blijven liggen, maar het is in ieder geval helemaal uit elkaar voor de sloopmorgen. Zo, ik heb het helemaal warm gekregen van het uit elkaar halen toch nog van die lades. Want ja, wat ik al zei, ik dacht dat doe ik wel even zo, maar dat valt dan toch een beetje tegen. Vooral omdat je het toch een beetje uit elkaar moet slaan. Nou vind ik dat niet erg, vind ik op zich best wel leuk werk. Maar ik ben toch altijd bang een beetje voor rondvliegende dingetjes. De schroeven die nog goed waren, die heb ik eruit gehaald. Die heb ik gewoon in een zakje gedaan. Die kan ik vast nog wel een keer zelf gebruiken. Want schroeven die heb je altijd tekort voor mijn gevoel. Omdat ik natuurlijk nog wel redelijk vaak wat ophang. Dus ik dacht, nou die goed zijn, die bewaar ik gewoon. Dus die heb ik netjes boven neergelegd. Ja, en weet je, je hebt van die ronde stopjes erin zitten. Die moet je er dan uithalen. Dat krijg je er allemaal niet uit. Het erin doen is vaak al een cream. En eruit halen lukt ook niet. Dus ik had zoiets, nou, laat maar lekker wezen. Ik heb ze lekker erin gelaten. En nou, dan kan die morgen gewoon weg. Oeh, ik heb trouwens op deze dingen dus even helemaal goed afgezogen. Er zat allemaal stof op. Die heb ik nu allemaal afgezogen. Moet je kijken hoe lekker schoon dat weer is. Er zijn altijd van die klusjes, die vergeet je een beetje. Maar ik vond het een beetje raar, want mijn switch die wou niet opladen. Die was een beetje leeg en, hè, toen was ik straks daar aan het schoonmaken. Toen zag ik al dat mijn oplaadstation voor mijn controllers, die gingen niet aan. En ook waar mijn koptelefoon staat, die ging niet aan. Dus toen had ik even gekeken. Toen zat de stekker er weer half in. Ik denk, nou, dat is ook niet helemaal goed. Maar goed, die heb ik er weer in gedaan. Dus alles doet het nu gewoon weer. Maar nu ga ik zo eerst even lekker relaxen. Katten hebben net lekker ook gegeten. Ik heb de boodschappentassen naar beneden gehaald. Mijn coach is morgen al op tijd. Appte ze. Dus nou ja, fijn om te weten. En dan ga ik strakjes lekker douchen en eten. En dan vanavond kijk ik Goede Tijden. En Meredith at First Sight nog even een spelletje doen. Vlog inplannen. Blogpost schrijven. En dan ga ik lekker mijn Netflix serie kijken. En nog even hete data. En dan ga ik lekker naar bed. Want ik ben natuurlijk helemaal zat nu. Bezweet en... Maar het komt helemaal goed. Sommige klusjes zijn een beetje intens. Ik was heel blij dat ik nog niet had stofgezogen en gedweld. Want dat heb ik lekker naar de tijd gedaan. Dus het voelt nu ook allemaal weer helemaal lekker schoon. Al kijk ik nu onder mijn tafel. Zie ik toch een pluk stof. Die zal ik zo even met de hand in de prullenbak doen. Ja, en ik hoop dus dat die katten nu van die kast vanavond afblijven. Ja, weet je, ik snap het. Het is leuk speelgoed. Ik moet even een boodschappentas verplaatsen. Die staat net hier zo. En ik snap het. Het is leuk speelgoed. Maar ja, weet je, het kan het gewoon even niet op een andere plek neerzetten. Ik weet geen andere plek. Dus, nou ja, komt wel zo goed. Ik ga nu in ieder geval even relaxen. Mijn was is ook klaar, hoor ik. Dus dat is ook top. En dan ga ik verder niet zo heel veel meer ondernemen dan gewoon mijn dingetjes vanavond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga even uitrusten. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 21 maart. Ik ben klaargemaakt, maar ik ben echt heel erg moe. Ik kan mijn ogen amper open houden. Ik weet niet wat het is, maar het begint een beetje op te breken, zeg maar. Mijn laatste tijd gewoon best wel veel moe. En ik weet gewoon niet zo goed waar het aan ligt. Gisteren ook even niet zo lekker in mijn vel, laat op de dag. En ja, gewoon veel spierpijn. En ja, ergens maak je dan ook nog wel weer druk. Zou het wat zijn? Maar ja, aan de andere kant denk ik, het gaat er vast ook wel weer uit. Ik weet niet, het gaat gewoon even niet zo. Maar goed, ik moet straks gewoon weer boodschappen doen. Wow. Goed. En ik zou eigenlijk wel blij zijn als ik terug ben. Ik moet natuurlijk die kast wegbrengen. En ik voel eigenlijk niet zo heel erg de fut om het allemaal te gaan doen. Maar ik ga het wel gewoon doen. Maar ja, ik weet het niet. Ik voel me gewoon niet zo fit als anders. Ook ja, gewoon als je slecht slaapt, dat gaat op een gegeven moment een beetje opbreken. Maar dat komt allemaal wel weer goed. Ik heb gisteravond nog even een spelletje gedaan met Nathan in de Nij van Meredith at First Sight gekeken. Er werden nu al heel veel dingen duidelijk, dus ik ben wel benieuwd. Dan hebben we het alleen aanstaande dinsdag en woensdag nog en dan is het klaar. Nou, daarna ben ik een blogpost gaan schrijven. Heb ik mijn vlog ingepland, maar het ging allemaal, ik weet niet, ik was ook niet echt vooruit te branden en zo. Het eigentje greep nog in mijn vinger, een hele snee. Ik heb het even afgeplakt en begon op een gegeven moment een beetje te bloeden. Dus ja, die nagels die zijn soms zo scherp. Het zijn soms net mespunten, zo scherp. Maar ik durf niet de nagels van mijn kat te knippen. Dus je snapt ook eigenlijk niet hoe ze aan die scherpe nagels komen. Maar ja, ze komen natuurlijk ook niet buiten, misschien dat dat is. Maar ik heb wel mijn splinter er nog uitgekregen, want ik had er toch wel erg veel last van.
Ik voel ook gewoon, het is nog een beetje gevoelig, maar ik voel nu dat die druk eraf is. En dat is wel heel fijn. Mijn moeder had eigenlijk al gezegd, van anders laat je maar zitten als je hem echt niet uitkrijgt. Maar het zat me dwars. Ik heb hem toch geprobeerd eruit te krijgen en uiteindelijk is het gelukt. Maar hij zat wel heel diep. Ik heb het nu wel gewoon open gelaten. Dan kan het ook gewoon even goed schoonspoelen. En dan is hij gewoon binnen een paar dagen ook wel weer dicht. Dus dat komt ook wel goed. Ik heb nog wel wat gedaan aan de foto's voor het artikel van morgen, maar ik ga me afvragen of ik het afkrijg. Want ja, zoals ik al zei, ik was gewoon niet zo vooruit te branden. Maar goed, het zal allemaal wel goed komen. Ik ga nu eventjes tanden poetsen en even stofzuigen en dan komt mijn coach straks en neem ik jullie wel weer even mee met boodschappen doen. Maar zoals ik al zei, ik zal wel blij zijn als ik weer terug ben, want ik wil eigenlijk gewoon slapen. Maar ja, goed, er moeten gewoon eventjes dingen gebeuren. Dus ik zie jullie wel als ik terug ben. Zo, ik ben terug van de boodschappen. We hadden even koffie gedronken, want mijn coach had een klusje voor mij. En ze zegt, ze had een nieuwe telefoon gekocht waar hij werkt. Dus hij zei, ja, er is een screen protector op. En ik had het al een keer eerder voor haar gedaan. Maar haar dochter had het al geprobeerd. En zij zelf al, ze kregen er niet netjes op. Maar ze hadden niet zo'n glasplaatje, maar gewoon plaatje, zeg maar, van dat folietje. Zegt ze, ja, kan je dat? Ja, ik kan het wel proberen, weet je wel. Dus ik, heel rustig zo, dat folietje erop. Nou, zegt ze, jij hebt hem er zo op. Ja, ik heb daar nog mijn handigheid voor. Het was wel grappig om even te helpen. Ik was even bij de trekpleister geweest. Ik heb zo'n scrunchie sleutelhanger gekocht. Die doe ik aan mijn sleutelbos. Ik heb nog wel eens dat ik mijn haar los heb en dat ik dan geen stiekje bij me heb. Dus dan kan ik die gewoon aan mijn sleutelbos doen. Dan heb je gewoon zo'n scrunchie. Die kun je ook eens in je haar doen. Dat vond ik wel heel leuk. Ik zat ze in de foto gezien. Ik dacht, oh, die vind ik wel leuk. Ik heb een roze. En even een nieuwe concealer, want die van mij die was bijna op. En bij de Hema heb ik nog dit leuke paashaasje gekocht. Die was nu met korting. Dan hebben we hier toiletpapier. Ik heb weer toiletpapier gekocht. Toiletpapier gaat best wel hard. Het is over het algemeen niet meer zo heel goedkoop. Maar deze was nu in de aanbieding. Dan heb ik eventjes weer flesjes met Spa Rood. Want ik heb de laatste best wel veel dorst. Ik dacht, dat wil ik gewoon weer even. Pattegrit. Een hele grote zak. En jongens, ik heb het gedaan. Roze pannen. Ik moet mijn pannen een beetje vervangen. En ik had heel erg een grote wens voor roze pannen. En toen kwam ik nu roze pannen tegen. Dus ik heb allereerst een klein koekenpannetje. Een roze. Echt super gaaf. Ja, gewoon roze handvaten. En die heb ik dan ook in het groot. Roze. Ik hou er zo van. Dan weet ik zeker dat er nooit meer... Niet te hopen dat ik ooit nog... Ik wil nooit meer mensen bij me zijn. En ik heb deze mooie pan. Met een deksel zit hierbij. Heel blij mee. Je had hem ook in andere kleuren. Nu wil ik alleen nog een keer roze kookpannen. Dan heb ik gewoon echt hele mooie pannen bij elkaar. Ja, echt heel fijn. Je kunt die trouwens volgens mij ook opkoken als je inductie hebt. Dus echt super blij mee. Roze pannen. Ik heb ook nog een roze mesje gekocht. Die was nu nog 5 euro. Messen kom ik altijd van pas. Maar dit is niet zo'n hele scherpe. Volgens mij. Ofwel, ik weet het niet. Nou, die heb ik ook nog. Dan hebben we hier pedaalemmerzakjes. Toetjes. Spekjes. Kattenvoer. Patatjes. En aardappeltjes. Oh, zo. Snitsels, die waren nu in die Lidl-app. Koffie. Ik heb paasburgers. Ze zijn best wel lang goed. Ik vond ze zo leuk. Ik dacht, neem ze vast mee. Dan ga ik die volgende week lekker eten. Want volgende week heb je de passion. Dan vind ik het wel gezellig om zoiets te gaan eten. Frikandellen, 2 doosjes. Waren nu 1 euro bij de Plus.
huishoudhandschoentjes. Ik had er weer. Van de week was ik heel snel door mijn huishoudhandschoentjes heen. Maar ze hadden helaas niet degene die ik altijd heb. Dus ik heb nu die van de Plus, maar die zijn minder stevig. Dus ik moet eigenlijk als ik bij de Action kom daar weer even inslaan. Want die hebben die nu ook. Frietsaus 1 plus 1. Daarmee heb ik het meegenomen. Ik had nog een broodje, maar die heb ik al op. Boontjes. Haricoverts. Deze lekkere fransjes. Aardige kwartjes hebben we nog. Dan heb ik slavinken en kipfilet. En dat waren alle boodschappen. Maar ik heb een roze pan en ik ben er zo blij mee. Ik ga nu even lekker opruimen. Dan ga ik even relaxen en ga ik straks lekker douchen. Vanavond ga ik gewoon goede tijden kijken. En daarna heb je het roer rond. Dat vind ik altijd weer heel leuk. En verder ga ik dan de foto's afmaken. Ik denk nog even een spelletje doen. Ga ik lekker mijn serie kijken. En dan even op hete datum. Dan ga ik ook wel lekker naar bed. Want dan denk ik dat ik het ook wel weer goed zat ben. Dus dat is het. Maar in ieder geval blij met roze pannen. Superleuk. Ik ga jullie in ieder geval gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 22 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het wel een beetje koud. Maar er komt het dus ook een beetje een frisse dag. Het is 10 graden, maar het regent ook heel erg. En ik vind het op zich wel gezellig hoor. Maar ik merk wel dat ik een beetje kippenvel heb hier en daar. Dat het gewoon wel een beetje fris is. Eigenlijk zou je nog prima je trui aan kunnen als je het zo bekijkt. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en naar Het Roer Om. Ja, best wel een uitdaging hoor. Die mensen die gingen naar Zweden. Al helemaal niks. Maar het kwam ook allemaal niet zo goed van de grond. Dus het ging allemaal niet echt van een leien dakje. Ik vind het altijd heel leuk om te zien. Maar dan ben ik zo blij dat ik in mijn eigen huis zit en dat allemaal niet hoef. Ik heb net mijn heup gestoten en dat doet me toch gepartijzeerd. Het komt niks verbaasd dat er een hele blauwe plek op komt. Dus die voel ik een beetje. Nou, ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik de foto's bewerkt. Ik moet geloof ik nog een paar. Maar ik hoop dat ik het allemaal afkrijg vanavond. Dus ik moet maar even kijken. Ik heb wel lekker mijn nagellak eraf gehaald. Die was heel lelijk geworden. Nou, toen heb ik mijn Netflix-serie gekeken die wel weer heel mooi was. En daarna nog even hete datum. Toen ben ik naar bed gegaan. Ik heb mijn boek ook uit. Dus ik mag weer een nieuw boek starten. Is ook altijd wel leuk vanavond. Dus vind ik ook altijd wel leuk. Ik heb een superleuk kaartje gehad van mijn moeder. Kijk, ik heb een kaartje gekregen voor de Pasen. Hoe leuk is dat? Een heel leuk paaskaartje. Die ga ik zo even ophangen. Dat vind ik wel echt superleuk. Nou, vandaag op de planning. Ik heb even de kliko naar buiten gezet. Aan de weg. Voor het oude papier. Die wordt morgen geleegd, gelukkig. Dan kunnen die laatste dozen er ook weer in. Want ik zit nu met zoveel oud papier dat ik het allemaal niet meer kwijt kom. Nou, ik ga zometeen eventjes, als ik stof gezogen heb, eventjes de laatste strijkdingetjes wegstrijken. Want dan is dat ook weer klaar. Want ja, kan ik wel weer wachten tot het weer oploopt. Maar daar heb ik geen zin in. Ik ga het gewoon even wegstrijken. En dan ga ik even kijken wat ik verder nog ga doen. Ja, eigenlijk gewoon een beetje een rommel vrijdagje. Maar vind ik ook wel lekker hoor. 1 keer in 2 weken een beetje dat aanrommelen. Daar hou ik wel van. Dus ik ga jullie gewoon wel weer eventjes meenemen. Verder niet heel veel spannends gebeurt ook. Ja, ik blijf wel een beetje moe. Ik merk dat ik weer meer verkouden aan het worden ben. Dus ja, ik moet maar even kijken hoe dat loopt. Maar het heerst heel erg. Mijn coach was ook super verkouden al een beetje. En ja, het is gewoon te hopen dat ik niet ziek word, maar meestal geef ik er toch niet echt aan toe. Maar ik ben natuurlijk eigenlijk al een beetje, zo'n 2 weken, een beetje aan het kwakkelen dat ik ja, een beetje moe ben. En nou ja, goed, we gaan het wel zien. Ik ga in ieder geval even stofzuigen en voor de strijk de dingen klaarzetten. Dus dan gaan we dat maar eens eventjes doen. Thank you.
zo. Alle strijk is in ieder geval weg. Dat is wel lekker. Ik heb ook even het paaskaartje opgehangen. Die hangt nu hier heel leuk. Het is een beetje donker. Begint het al te worden. Kijk, die hangt nu daar. Dat is wel leuk. Maar ja, het is dus wat ik al zei, een beetje donker aan het worden. Dus de strijk is weg, dat is wel fijn. Uiteindelijk viel het nog wel mee. Dus ja, gewoon echt een leer. Niet meer zoveel op laten lopen en dan gewoon vaker doen. Dus dat is wel lekker. Ik wil even terugkomen trouwens op deze, op die scrunchie sleutelhanger. Ik zei heel leuk, ja, dan kan je hem ook in je haar doen. Maar daar is je dus helemaal niet voor. Dus het is gewoon handig dat je hem om je pols heen kan doen. Zodat je dan je sleutels makkelijker vast kan houden. Maar vind ik niet erg hoor. Ik ga hem even goed gewoon leuk aan mijn sleutelbos hangen. Maar voordat ik iets heel erg doms heb gezegd, toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel dom dat ik dit heb gezegd. Hij is dus niet voor je haar, maar gewoon voor je sleutelbos. Zodat je je sleutelbos om je pols kan doen. Katjes hebben net gegeten. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. En vanavond weer lekker flikkermas dicht kijken. Daar heb ik wel weer zin in. Verder ga ik nog even een spelletje doen. En dan ga ik een video in elkaar zetten. En eventjes snel verder met mijn blogpost. Ik hoop dat het allemaal lukt met afkrijgen. Want dat weet ik natuurlijk nooit van tevoren. Dan ga ik mijn Netflix serie kijken. En daarna de laatste aflevering van Patty is dat volgens mij vanavond, dacht ik. Dus dat is ook prima. En dan ga ik lekker naar bed een nieuw boek uitzoeken. Dus dat wordt het ook. Was wel fijn, want ik had nu de strijk naar beneden gehaald. En ik was dus een wc-matje. Die kon ik niet meer vinden. Ik wist niet waar ik hem had gelaten. Die zat dus tussen die was. Dus die heb ik nou ook weer beneden. Die kan ook terug te douchen. En dat is wel fijn. Nou ja, ik ben in ieder geval wel blij met wat er allemaal weer gelukt is. Dus dat is wel fijn dat ik dat allemaal weer heb kunnen doen. En ja, ook wel een lekker gevoel dat de strijk weer weg is. Dan kan alles weer netjes in de kast. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Een beetje last ook weer van mijn neus en zo. En nou ja, goed. Het begint ook al wat donkerder te worden. Maar ik denk straks wel even lekkere verwarming aan. In ieder geval maar eventjes in de relaxmodus. Voor deze zeg ik dan tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 23 maart. Ik ben klaargemaakt, maar ik heb het koud. Dus ik heb gewoon een trui aangetrokken. Want ik merk gewoon dat ik het echt gewoon verschrikkelijk koud vind. Het is 9 graden, maar het is heel erg aan het waaien. En het regent ook best wel een beetje tussendoor. Dus dat merk je wel, zeg maar. Ik was net eventjes de kliko ophalen. En toen dacht ik, oh ja, het is toch best wel fris. Maar ja, de aankomende dagen blijft het geloof ik ook wel zo. Maar ik vind het op zich ook nog wel gezellig. Ik kan er ook nog wel weer van genieten. Ik heb gisteravond gekeken naar Flikker Maastricht. Was weer een super mooie uitzending. Ja, eigenlijk altijd wel. Het is bijna nooit dat ik het niet mooi vind. Ik vind het altijd wel mooi. Wel heftig. Was ook met een kindje. Dus dat is natuurlijk wel eventjes heel heftig. Maar het was wel een hele mooie uitzending. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn blogpost geschreven. Maar die heb ik helaas niet helemaal afgekregen. Toen moest ik het ook gewoon even laten. Dus ik had ook mijn video in elkaar gezet. Ik moest nog even een thumbnail maken. Ik denk, nou weet je, dan maak ik het morgen wel af. Ik ga mezelf ook niet meer pushen to the max, zeg maar. Toen heb ik mijn Netflix serie gekeken. En ja, vanavond weer de laatste aflevering. Maar wel een hele mooie serie. En daarna de laatste aflevering van Patty. Ja, was op zich ook wel prima. Ik vind het ook een afgesloten hoofdstuk. Het was best leuk om te zien. Dus nou ja, was allemaal prima. Toen ben ik naar bed gegaan. Heb mijn boek een nieuw boek uitgezocht. Zo'n leuk boek die ik gewoon heel moeilijk kon wegleggen. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, nee, ik moet ook wel gaan slapen. Maar wel echt een heel erg leuk boek. Ik vind het altijd wel heel fijn. Als ik weer een boek heb waar ik heel erg van kan genieten. Ik zie heel erg dat mijn nagelriemen heel erg omhoog komen. Die moet ik eigenlijk eventjes naar beneden duwen vanavond. En dan moet ik ze ook even wat gladder veilen met zo'n vierstapsvel, zeg maar. Mijn nagels voelen een beetje ruw aan. Nou, ik ga zometeen eventjes, als ik stof gezogen heb en alles, eventjes de kwasten wassen en gewoon een beetje rommelen. Ik heb verder niet een hele drukke zaterdag en dat is ook wel prima. Maar ik heb wel een pakket binnen en die ga ik eventjes met jullie uitpakken. Dus dat ga ik eventjes doen en dan kunnen we dat ook gelijk even uittesten. Dus ik zal dat eventjes pakken. Ik heb een pakket binnen van Bol. Nou, het pakket is gewoon een compact pakketje. Ik heb namelijk een microfoon gekocht voor de camera. Dat is iets wat ik eigenlijk al wel een tijdje wil. Omdat ik merk dat bij bepaalde video's ik toch vind dat het geluid wat minder goed is. Ik heb ooit een microfoon gehad. Die wilde ik toen graag gebruiken in combinatie met mijn
spiegelreflexcamera, maar dat filmen ging allemaal niet zo handig. En die was toen eigenlijk al vrij snel kapot. Dus die heb ik toen teruggebracht en geld voor teruggekregen en nooit meer andere teruggekocht. Maar inmiddels heb ik natuurlijk een vlogcamera die het wel aan kan om een microfoon te hebben. En ik merk bij sommige video's denk ik het geluid kan gewoon beter. Dus ik heb nu deze gekocht van Rode of Rode. Het is een Videomicro 2. Het is een hele compacte microfoon eigenlijk. En hij heeft ook geen batterij nodig. Dus ik ga hem even uitpakken. Ik zal hem eerst even openmaken. Dan kunnen we even kijken. Het doosje is open. Dus even kijken. Hier hebben we dan al de microfoon. Die kun je er gewoon opdraaien door middel van een voetje. Zit erin, zeg maar. Dus ik hoop even kijken hoe dat werkt. Dan hebben we hier een jacket aansluiting. Die moet je dus in de camera doen. Wat je er verder nog bij krijgt is ook zo'n kap voor als je buiten zou willen filmen. Maar ik heb zeg maar ook zo'n, er zit al zo'n windkapje bij voor als ik buiten film. Ja, wat film ik buiten eigenlijk niet. Dan heb ik dit, maar ik heb ook deze. Volgens mij moet ik die hebben. Dus ik ga het even kijken. Er zit een blaadje bij, dat is wel handig. Oh, dit is een safety cap. Nou, ik ga gewoon deze proberen. Wat staat hier achterop? Oh, die andere, dat is een TR-to-TR's kabel. Oh, deze ook. Maakt eigenlijk niet uit. Nou ja, ik ga hem gewoon eens even opzetten. Dan zal ik eens eventjes kijken hoe het geluid dan is. Dat zal ik jullie kunnen wel zo even testen of het geluid anders is als ik er een microfoon op heb zitten of niet. Ik heb nu de microfoon erop. Het was eventjes een beetje clearen, want hij werkt dus niet met het andere stekkertje enkel met deze. Maar hij doet het nu wel, dus ik ga straks dan horen of het verschil groot is. Ik film nu even voor deze spiegel, want bij de gang is de trap naar beneden. Maar ja, ik denk op zich wel, ik ben wel heel benieuwd wat het verschil gaat zijn en of jullie het merken. Maar ik ga het natuurlijk pas zien met editen. Maar volgens mij is het op zich het geluid wel goed. Want ik kan dan merken met editen moet ik er veel aan doen. Maar zo ziet het er dan uit. Dus op zich wel heel erg tof. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het, wat het verder gaat doen.
Zo, ik ben weer klaar. Ging eigenlijk allemaal best wel goed. Het was eigenlijk allemaal best wel lekker. De kwasten zijn heerlijk schoon, die liggen te drogen. Dus dat is wel heel fijn, want ik heb de afgelopen tijd dat ik de kwasten moest doen, had ik elke zaterdag wel wat. En nu kon ik ze gewoon weer doen, dat is heel fijn. Ik heb een heel vervelend iets in beeld staan, daar moet ik even vanaf. Maar dat moet ik even proberen uit te schakelen, want ik weet dus niet wat het is. Maar dat komt omdat ik met die instelling bezig ben geweest, omtrent die microfoon. Maar dat is wel heel erg fijn in ieder geval. Nou, verder nog wat klusjes gedaan. Ik wilde eigenlijk nog even naar boven, maar dat is me niet gelukt. Toen heb ik de opbouw voor maart maar een beetje gemaakt in mijn blog en YouTube boek. Dus ja, op zich is het allemaal wel weer, ja, niet helemaal wat ik had wilde doen. Maar elke keer denk ik, oh, ik moet dit doen, ik moet dat doen. En dan, oh ja, dit moet eigenlijk ook nog. Het zijn gewoon vaak van die klusjes die gewoon even tussendoor moeten. Maar het is allemaal wel gelukt wat ik wilde doen. Ik ga nu zo even lekker relaxen. Dan ga ik heb ook eventjes het bokkenpootje naar beneden gehaald. En ook even mijn vierstapsvel. Dan kan ik even die nagels een beetje glad maken. Want ik denk dat misschien dat... ja, ik heb overal een beetje van die hoge... ja, nagelriemen. En die moeten gewoon eventjes een beetje naar beneden. Verder kijk ik vanavond. Ik hou van Holland, want je hebt geen weet ik veel meer. Dus dat vind ik ook wel leuk. Ik ga nog even Dreamlight Valley doen van Disney. En ik denk even kopen zonder kijken. Alvast een deeltje kijken. De kussen staat verkeerd om. Dus kijk ik tegen het ritje aan. Dan kan ik niet tegen. Nou, verder ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Ik ben dus ook heel erg benieuwd wat het nu met het geluid doet. Of ik verschil ga merken. En dan ga ik eventjes die blogpost afmaken. En dan ga ik de laatste aflevering van de serie kijken op Netflix. En daarna ga ik Fallin weer kijken die ik had opgenomen op NPO3. Dat was ook wel super spannend, dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu gewoon eventjes lekker relaxen. En dan straks gewoon lekker mijn eigen dingetjes doen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 24 maart en het is echt behoorlijk koud. Het is in huis ook de temperatuur ineens heel erg gedaald. Het is 9 graden, maar het is weer heel erg aan het regenen en ook aan het waaien. Ik vind het wel heel gezellig hoor, maar ik merk nu dat ik het gewoon echt zelf ook gewoon weer goed koud heb. Maar goed, dat lossen we wel weer op door vanavond weer even lekker de verwarming aan te doen. Ja, als de kou er een beetje uit is. Ik zit er eigenlijk gewoon over te denken om een klein tikje te geven, omdat het gewoon echt wel heel fris is. Misschien dat ik dat wel eventjes doe. Gisteravond heb ik gekeken naar Ik hou van Holland. Dat was wel weer leuk. En daarna heb ik een deel van Kopen zonder kijken gekeken. Ben ik nog even verder gegaan met Disney Dreamlight Valley. Dat ging ook allemaal wel goed. Toen heb ik de vlog het grootste gedeelte in elkaar gezet en mijn blogpost afgemaakt. Zo ben ik de laatste aflevering van de Netflix-serie gaan kijken. Ja, het was wel een leuke serie. Ik vond het wel een aanrader. Ik heb er wel van genoten. Dus vanavond weer iets nieuws uitzoeken. Dat is wel zo. Omdat ik vaak miniseries kijk, ben ik er ook snel doorheen. En daarna heb ik weer Fallen gekeken. En dat was ook wel heel spannend. Ik was ook ergens wel benieuwd van... Is deze serie bijvoorbeeld ook dat je meerdere zaken hebt... Dat het over 2 afleveringen verspreid wordt? Of dat het gewoon echt 1 zaak is? Dus zo, als het er nu uitziet, is het gewoon echt 1 zaak. Je krijgt 2 afleveringen per avond, maar ik neem het dan op. Maar ja, inmiddels ben je al zo ver onderweg dat als je het niet gezien hebt, dan moet je echt weer NPO Plus hebben volgens mij om het terug te zien. Want ik denk niet dat je het gratis terug kan kijken. Dat is ook een beetje afgelopen, want omdat hun zelf nu ook zo'n dienst hebben ingeschakeld. Ik heb nog steeds dat rare ding in beeld staan met de camera en ik weet nog steeds niet hoe ik er aan kom. Ik ga zo even kijken wat het is, want het klopt niet helemaal. Nou, ik ga zometeen even stofzuigen en de bakken scheppen. Dan ga ik even de groente afhalen. Dan ga ik even naar boven, daar nog even iets doen. En dan straks weer even fotospullen uitzoeken. En ja, dan ga ik weer even zorgen dat de foto's er netjes opkomen. En dan is het ook wel weer goed. Vandaag geen voetbal, omdat het Nederlands elftal vrijdag heeft gespeeld. En volgens mij moeten ze van de week nog een keer, maar dat weet ik niet helemaal 100% zeker. Dus volgend weekend weer. Ik heb een beetje last van een trillend oog. Mijn oog die trilt een beetje. Maar goed. Ik ga straks even de fotospullen laten zien. Ik ga nu even kijken of ik dat ding uit beeld krijg. En dan ga ik eventjes wat doen hier. En dan, ja, anders dan ben je ook zo weer een tijd verder. Dus dat is even de planning. Zo, ik heb even de fotospullen gepakt. Ik heb hier de Easy Brush Liner van Essence. Die ga ik fotograferen. Heb ik hier 2 intense matte lippennen van Catrice. Waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben. In 2 kleurtjes. En van I Love Revolution dit oogschaduwpaletten. Die vind ik ook super leuk. Die had ik laatst een keer bij de Action gekocht. Dus hier ga ik nu eventjes foto's van maken. Dan is dat ook weer klaar. Zo,
heb even de standaard instellingen teruggezet. Want ik kreeg dat ding niet uit beeld wat me heel erg irriteerde. Maar dat oog dat trilt, dat is zo raar. Maar goed, alles is klaar. De foto's zijn gemaakt. Ik ben boven wel eventjes lekker bezig geweest. Dat ging ook allemaal wel goed. Maar ik moet eigenlijk even die doos van IKEA klein maken. Dat heb ik toen ook bij Nathalie en Frank gedaan. Alleen die had een Stanley mes. Volgens mij heb ik die niet. Dat zou wel beter zijn, want dan kan ik het klein maken. Want ik krijg die doos er zo in zijn geheel niet helemaal in. En dan zit weer die hele kliek over. En dan kan er weer niks bij. En dat is gewoon een drama. Dus daar moet ik eventjes naar gaan kijken. Nou, katten hebben ook net lekker gegeten. Foto's maken ging ook wel prima. Toen ben ik even achter de computer gedoken. Heb ik nog even wat dingen gedaan. En nu ga ik zo even lekker relaxen. Ik heb nog eventjes de pot die kan afgewassen worden. Want dan kunnen de paaskoekjes erin. En dan is dat ook allemaal wel prima. Oh, ik heb er echt last van. Nou ja, goed. Ik ga zo meteen in ieder geval dus eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon Miljoenenjacht. Ik ben benieuwd hoe het vanavond gaat. Ja, ik vind het ook altijd wel spannend. Dus dat is wel leuk. Dan ga ik nog even Dreamlight Valley doen van Disney. En dan ga ik even Kopen zonder Kijken afkijken. En dan ga ik mijn blogpost bewerken. Op zoek naar een nieuwe Netflix serie. Ik hoop nog even dat persbericht van Essence Online te kunnen doen. En ja, dan ga ik gewoon wel eventjes kijken wat ik verder nog ga doen. Ja, gewoon even wat leuke dingetjes, denk ik. Gewoon eventjes kijken hoe en wat. Dus ja, dat is het dan eigenlijk ook wel. En dan ga ik vanavond ook weer Hete Daad kijken. En dan lekker naar bed om verder met mijn boek te lezen. Want het is echt een superleuk boek wat ik heel moeilijk kan wegleggen. En dat had ik al een beetje verteld. Maar soms kom je zo'n boek tegen en dan wil je gewoon blijven doorlezen. Omdat je er zo lekker in zit dat het gewoon zo heel knus is en zo. Ja, ik kan daar wel echt van genieten. Inmiddels schijnt de zon ook weer. Ja, daar heb ik dan zo'n hekel aan. Dan heb je de hele middag is het aan het regenen en aan het doen. En dan komt die zon er weer doorheen. Ja, daar kan ik heel slecht tegen. Maar goed, doe je ook niet zo heel veel aan. Die tijd gaan we nu natuurlijk weer in. Dat, daar merk ik ook wel dat mijn moed, zeg maar, die wordt iets minder. Ik ben gewoon heel erg van het knussen, de gezelligheid van de herfst en de winter en lente en zomer. Het is gewoon niet zo mijn ding. Tuurlijk, ik vind het straks ook wel leuk om mijn balkon netjes te maken met leuke plantjes en zo. Maar gewoon dat lange licht en zo, dat trekt mij gewoon niet zo. Maar nou ja, goed, dat is voor ieder weer heel persoonlijk. Ik ga nu in ieder geval even wat drinken en dan ga ik even lekker relaxen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 25 maart en ik ben klaargemaakt. En ik heb het wederom weer koud, dus ik zit toch weer lekker in een trui. Zolang het koud blijft, kies ik toch weer een beetje voor mijn truien. Ik heb gewoon echt een beetje kippenvel, maar dat komt goed. Ik heb weer eventjes, ik heb zo'n siliconen hoesje om mijn camera zitten en er zit een dingetje op. En die, voor de lens, maar die vliegt nog wel eens af, omdat die er gewoon aangedrukt zit. Die had ik er weer even opgedaan. Dus, nou, dat vind ik altijd wel weer fijn. Ik heb gisteravond gekeken naar Miljoenenjacht. En ik moet zeggen, ik vond het wel leuk, maar het was ook een beetje bijzonder, want deze mensen die, de thuiswinnaars dan, die waren niet zo heel dankbaar. Maar ik moet ook zeggen, ik weet niet of het misschien oudere mensen waren. Ik heb echt geen idee wat erachter zit, want ze wilden ook echt absoluut niet in beeld. Ik had ook het idee dat het niet helemaal aankwam. Misschien dat ze ook niet helemaal begrepen dat ze echt wat gewonnen hadden. Maar het kwam allemaal een beetje gek over, want het moest aan de deur overhandigd worden. Dus ik dacht wel een beetje van, oké, dat is ja bijzonder. Je hebt al heel veel meegemaakt dit seizoen, dus nou, het is een beetje ja, bijzonder wat dat betreft. Net wat ik zeg, ik weet ook niet. Misschien waren dit oudere mensen die het gewoon niet zo vertrouwden. En het is natuurlijk ook wel goed om voorzichtig te zijn. Ik weet het gewoon niet helemaal. Ik heb wel mijn nagels gedaan en ze zijn deze kleur. Het is al een wat ouder lakje, want ik heb een lakje uit de hop, hooray collectie. En het was zo'n collectie met paas, want die heeft ook oortjes. Dit is de kleur C03 Spring Fling. Ik vond hem wel gezellig, dus ik dacht die doe ik op. Een beetje voorjaarskleurtje. Ik heb nog eventjes een spelletje gedaan. Toen heb ik Kopen zonder Kijken afgekeken, dus dat was wel leuk. Toen heb ik mijn blog, of mijn foto's bewerkt. En toen ben ik een nieuwe Netflix-serie gestart. Ik zal even de naam opzoeken. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. Ik moet even kijken. Ik heb niet zo heel veel filmminuten meer. Ik had niet gezien dat
hij bijna vol zat, het kaartje. Dus ik zou hem eigenlijk zo even moeten legen. Ik ben voor de serie Pax Massilia gegaan. En hij had een 88% matchscore. Het is een serie uit 2023 met 6 afleveringen. Dus ik ga wel even zien wat ik daarvan vind. Toen ben ik nog even hete daad gekeken. Ben ik lekker naar bed gegaan om lekker weer mijn boek te lezen. Want daar kan ik helemaal blij van worden van dat boek. Dus dat was echt heerlijk. En toen ben ik gaan slapen. Ik ga nu gewoon even de standaard dingetjes doen. Ik heb de keuken schoongemaakt, de planken en zo. Dat ga ik jullie even laten zien. Maar goed, dat had ik al eventjes gedaan. Dus ik dacht, dat ga ik jullie dan ook even laten zien hoe alles dan weer lekker schoon wordt. Ga ik ondertussen even dat kaartje proberen leeg te gooien op de computer. En dan ga ik eventjes mijn dingetjes doen, even muziek aanzetten, wasje aan. En dan kunnen jullie eventjes gaan kijken hoe ik de plankjes helemaal heb schoongemaakt. En ja, daar ben ik zelf alweer heel blij mee. Dus dat is voor nu de planning. Tijd om de plankjes ook even aan te pakken. Ik heb hier een plank, die moet even goed schoongemaakt worden. En deze ook. En mijn eerste instantie was, oh, dat doe ik wel even met Dusty. Maar mijn moeder zei, misschien kan je het beter even doen met een schuursponsje. Want Dusty kan soms wel aanpakken. Ik ga deze flesjes wel even in een sopje met Dusty leggen. Want die zijn wel heel vies. Dat ga ik eventjes doen. En dan is dat ook weer schoon. Deze even mooi schoonmaken. En die gaat de douche in. Want het is eigenlijk een soort van, ja, Airbnb-doosje of zo. Dus die wil ik daar eventjes neer gaan zetten. Maar eerst even goed schoonmaken. Helemaal blij. Dit is weer helemaal schoon. Het voelt ook weer helemaal fris aan als ik er aan zit. Dus dat is echt heel fijn. Ik heb dit ook geprobeerd mee te pakken. Maar het is wel een beetje lastig. Maar dit is weer heel schoon. Deze ook. Ik heb toch hem weer er neergezet. Want dat was eigenlijk niet van plan. Maar ik kan in de douche gewoon geen plek vinden. Wat ligt er? Oh, daar moet ook weer een noekje overheen. Dus dat staat allemaal alweer. Ik heb deze al in ieder geval helemaal schoongemaakt. En deze zit nu in de dustysop. En dan kunnen die eventjes ook helemaal schoon zijn. Dan denk ik toch dat ik ze in de kast ga zetten. Maar daar moet ik nog heel even over nadenken. Maar het is in ieder geval allemaal weer gebeurd. Zo, ik ben weer klaar. Ik heb het kaartje ook net even geformateerd. Want die is helemaal leeg gehaald. Dus daar kan ik weer gewoon filmen. Want ja, ik kan natuurlijk niet veel filmminuten. Het ging was een beetje pittig. Ik was laat klaar. Normaal gesproken ben ik altijd eigenlijk klaar voordat de katten eten gaan. En dit keer was ik dat nog niet. Het wilde gewoon niet zo goed als normaal. Maar ik heb het uiteindelijk wel allemaal afgekregen. Alles net opgeruimd.
Dus dat is wel weer lekker. En nou ja, soms heb je gewoon van die dingen, dan doe je weer even wat extra's. Ik had mijn deuren even geschuurd met schuurmiddel. Nou ja, het kost dan toch ook weer even wat meer tijd. Maar het is helemaal prima. Ik heb het nu lekker schoon. En de douche is schoon, de gang is schoon. Dus alles is weer lekker schoon. Dus dat is helemaal prima. En nou ja, toen hebben de katjes lekker eten gehad, heb ik ondertussen even de spullen opgeruimd. Dat is helemaal prima. Nu ga ik zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks even lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik de Meilandjes. En dat volgt volgens mij best wel grappig. Want het is met Wolter Kroes en Patricia Pijzen gaan schilderen. Volgens mij is het wel naakt schilderen. En nou ja, goed, dat is niet zo mijn ding. Maar volgens mij zag je verder ook niks. Volgens mij wordt dat wel geblurred. Ik ga nog even een spelletje doen. Dan ga ik de video van morgen in elkaar zetten. Een blogpost schrijven. Mijn was is ook al klaar. Die moet ik nog even verwerken. En dan... ja, is dat het ook eigenlijk wel. Dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken en hete daad. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. En dan, nou, dan is dat eigenlijk ook allemaal wel prima. Ja, ik ga nu gewoon eventjes lekker wat drinken en relaxen. Want ik ben nu een beetje moe. Dus verder heb ik ook niet zo heel veel meer te vertellen. Dus ik zou bij deze dan ook gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag dinsdag 26 maart. Ik ben klaargemaakt, maar ik voel me helaas niet helemaal fit. Ik werd vanochtend wakker, heel vroeg, moest ik naar de wc toe en toen merkte ik al dat mijn keel weer heel erg zeer deed. Maar daarnaast deed ook mijn rechteroor heel erg pijn en toen dacht ik, oh jak. Ik weet eigenlijk 9 van de 10 keer, zodra ik een verkoudheidje begin te krijgen, krijg ik last van mijn oor. Soms zijn het beide oren, heel vaak is het mijn rechteroor, nu ook weer. Dus nou ja, toen ben ik weer gewoon in bed gaan liggen in de hoop dat ik weer in slaap zou vallen. Maar die oorpijn die drukte er zo erg op dat ik er gewoon een droog watje in heb geduwd. Omdat ik het gevoel had dat oor dat moet warm te hebben. Dat oor moet warm worden. Dus ik dacht als ik dat oor afsluit dan blijft het een beetje warm. Toen ben ik uiteindelijk wel in slaap gevallen. Ik moet zeggen dat watje dat doet wel zijn werk. Want ik merk wel dat de oorpijn minder wordt omdat het oor nu warm gehouden wordt. Ja, ik kon dus alleen nu met sporten, omdat ik het watje er niet uit wilde halen, heb ik gewoon met één oortje muziek aangezet. En dat kan ook prima. Alleen lastig met doorspoelen, want mijn oortjes zijn zo afgesteld dat als ik op mijn rechter oortje tik, dat hij dus naar een volgend liedje gaat. Maar ja, ik had geen rechter oortje in, dus ik kon niet doorspoelen. Nou, dat zijn luxe problemen. Dus ja, ik heb er nu gewoon een watje in zitten. En nou weet ik nog van vroeger dat mijn oma een tip had om olie in mijn oor te doen. En er is vroeger als kind zijn er liters olie in mijn oor gegaan. Want het is echt een probleem wat al vanaf kinds af aan speelt. Mijn oorpijn schijnt ook bij mijn kaak vandaan te komen. Dus misschien is het ook wel goed dat ik weer zo'n bitje krijg. Ook tegen het knarsen en zo. Maar goed, daar moet ik nog even op wachten. Want ik weet niet eens meer precies wanneer ik daarvoor moet happen. En toen dacht ik ook nog, kan ook altijd nog wat olie in doen. Alleen, ik heb volgens mij alleen zonnebloemolie in huis. En volgens mij deden we altijd slaolie. Zou ik even aan mijn moeder moeten vragen of zonnebloemolie ook zou kunnen. Maar ik weet dus niet of dat hetzelfde effect heeft. Ik ga het ook niet eens googelen, want waarschijnlijk staat er op Google dat het misschien helemaal niet goed is. Maar het heeft mij als kind heel vaak echt geholpen om er olie in te doen. Dus ik zou dat op zich wel weer willen oppakken. Maar goed, dan moet ik eventjes kijken. Gisteravond heb ik gekeken naar Chateau Meiland. Dat was op zich wel heel erg grappig. Ik moest wel heel erg lachen met het kunstschilderen. Ja, die man die ging letterlijk dus naakt. En nou ja, je denkt dan ondanks dat Martien dus... misschien daar niet zoveel problemen mee zou hebben, vond hij dus helemaal niks dat die man ook naakt zat. Die had er ook liever wel dat hij zijn kleren aanhield. En dat was voor Maxime eigenlijk ook zo. Maar Patricia Paya, die heeft dan geen moeite met naakt zijn. Dus die vond het allemaal wel prima. Was wel heel leuk met Wolter Kroes erbij. Die is wel heel druk. Dat had ik niet zo verwacht, maar het was heel leuk. Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan. En toen heb ik mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Ging eigenlijk allemaal wel lekker. Toen ben ik verder gegaan met de serie op Netflix. Ik kom er wel iets meer in, maar het is nog steeds wel een beetje zoekende. Maar ik ga deze wel uitkijken, want ik denk het heeft wel elke keer wel heel spannend. En daarna heet er daad en dat is weer een aflevering die wordt vervolgd. Dus vanavond het vervolg. Maar ik vind het wel heel grappig dat ik heel veel bekende Vlamingen... kan ik het zo zeggen? Ja, volgens mij wordt een
iemand die bekend is in België ook een BV'er genoemd. Wij hebben een BN'er, maar hun hebben een BV'er. En dat betekent bekende Vlaming. Dus daarom. Ik zie dus heel vaak van die bekende Vlamingen terugkomen. Dat vind ik dan zo leuk om te zien. Dat ik denk, oh ja, jou ken ik nog van dat of dat. Of weet ik veel. Dat vind ik wel heel leuk. Sommigen zijn dan vooral ook nog heel jong. Dat vind ik ook wel leuk. Daarna ben ik lekker naar bed gegaan en heb ik mijn boek gelezen. Die is nu vanavond uit. Dus dat is ook weer prima. Ik ga nu even stofzuigen en dan ga ik zo meteen een video opnemen. Het is heel raar. Ik hoor mezelf nu heel gek door dat watje. Maar ik heb mijn haar er een beetje overheen gedaan. Het ziet er natuurlijk een beetje raar uit. Maar goed, dat ga ik doen. En daarna ga ik proberen om die paasslingen af te maken. Dus dat is voor nu de planning. Dus dan neem ik jullie daar gezellig weer eventjes bij mee. Let vooral niet op het haar, maar ik was het zat, dus ik heb het maar weer eventjes omhoog gedaan, want het zat me in de weg. Nou, film is op zich wel gelukt. Er hangt hier een hele lange haar in die microfoon. Dit horen jullie natuurlijk nu. Hup. Maar het tijgertje die gooide dus letterlijk tijdens het filmen, gooide zij een wildje eraf. Ik heb echt geluk gehad, hij is niet kapot, maar ik was wel een beetje boos. Dus dat is, nou ja, daar had ik mazzel mee, dus het is allemaal wel goed gegaan. Nou, die slinger is dus nog niet af, maar die ga ik echt in de volgende week vlog, beloof ik dat die afkomt. Hij is voor Pasen nog af, dan kan die alleen niet zo lang hangen, maar dan heb ik hem gewoon voor volgend jaar Pasen. Want het is toch meer een priegelwerkje dan ik dacht soms en... Die katten die er dan bij zitten en nou ja, het is gewoon eventjes allemaal, het was gewoon even allemaal niet zo heel lekker. Normaal vind ik de dinsdag altijd echt zo'n relaxed dagje dat ik gewoon lekker kan filmen, lekker nog even Diamond kan painten. Maar ja, het komt eventjes niet zo uit de vingers. Ik heb nu wel eventjes de dingetjes beneden gelaten en ik had dus één ei, daar moest ik dus nog wat op painten. Maar ik had dus even dat plasticje er weer op gedaan in de hoop van anders gaat het zo plakken. Ja, het was dat hele kantje was afgestuurd. Dus plakte die steentjes niet meer op. Dus ik heb gewoon opgelost met een beetje lijm. Dus nu zie je het ook niet meer. Maar dat vind ik dan wel eventjes dingetjes. Dat is dan op dat karton is het niet zo handig. Maar goed, hij komt echt af. In de volgende week vlog. Ik ga het morgen afmaken. En dan zal ik ook laten zien dat ik hem echt in elkaar ga krijgen. En dan zien jullie echt nog het resultaat. Ik had gehoopt dat ik hem vandaag af zou krijgen. Maar het is gewoon niet gelukt. Ik ga zometeen in ieder geval eventjes nog lekker wat drinken. En dan ga ik lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond gewoon goede tijden en merit at first sight. Vandaag en morgenochtend is het afgelopen. Dus ik ben wel benieuwd hoe en wat. Al heb ik wel zo van mijn vermoedens hoe het zal eindigen. Maar dat gaan we wel zien. Dan ga ik nog even een spelletje doen. En dan ga ik mijn vlog afmaken.
mijn foto's bewerken. Dan ga ik weer kijken naar mijn Netflix-serie. En daarna weer naar Hete Daad. Ik ben heel benieuwd natuurlijk naar het vervolg hiervan. Dus daar heb ik wel zin in. En dan ga ik mijn boek uitlezen en ook nog wel een nieuwe starten. Want dit boek is niet zo heel veel meer om te lezen. Dus dat wordt verder mijn avond. Ik ga bij deze in ieder geval ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat ook een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!